Hi, mijn naam is Tamara Hagenbeek en ik heb een vraagje. Is de aarde rond? Ja, daar zijn de meeste theorieën het wel over eens. Maar daarmee staat niet vast of de aarde rond is als een pannenkoek, een krater of een plasmabal. De Tora en de Bijbel spreken over een uitspansel. De Hindoe-mythologie over de rug van een schildpad. En admiraal Richard Byrd over een holle aarde. Ook het NASA-script laat zich op vele manieren lezen, waardoor sommige wetenschappers menen dat dimensies en strings bestaan. Sommigen dat niets niet bestaat. En andere dat wij in de krater aarde wonen, op de grote aarde, Mars een andere krater is en NASA met elke lancering nieuwe kraters koloniseert. Slechts 550 goedverdienende NASA-priesters gingen hoog genoeg. En daarom ontvangt NASA 19 biljoen dollar per jaar voor het lanceren van tig verklarende producties. Ik kan je ook wel een leuk verhaaltje vertellen. Tot volgende vraagje. Doei!